Juist. Het belangrijkste van goed dressuurrijden is de balans van je paard. Dat hij een mooie opwaartse houding maakt. Ja, als je dus naar voren rijdt, dan moet hij naar boven blijven denken. Dan moet hij niet van het achterbeen aflopen en op de kop gaan hangen. En dat doet hij in draf, doet hij dat nog makkelijker dan in galop. In draf doet hij dat nog veel moeilijker om echt gedragen te blijven. Maar in galop doet hij dat beter, maar dan moet je het juist gebruiken. Dan moet je juist je galop een beetje gebruiken om de lat wat hoger te leggen. En om hem goed door de nek te maken en een beetje hoger trill te vragen. Zodat je hem daarin een beetje gymnastiseert en voorwaarden creëert om dat ook in de draf voor elkaar te krijgen. Kunnen voorrijden zo. Ja. Oké. En dan wil je aan het werk. Ik ga snel warm worden dat hij aan de kaart gaat. Zo. Waar is? Dat is onze ster. Oké. Ik heb maar warm schappen. Andere twee vinger uit. Hij is sowieso hier. Ja, goede klauw. Hij heeft andere twee vinger uit. Ik vind dat snel heel erg. Wat? We zijn gewoon even naar kijken. We zijn met die anderen niet aan toegekomen. Maar we kunnen wel de vrouw binnen maar uit van de kazerne. Mijn beugels worden. Het begint ook met de vrouw binnen maar uit. Dat je daar eigenlijk de lat wat hoger gaat leggen. Want het gaat weer maar kinderlijk sparen, ja. Dan kun je het makkelijker op mond te maken. Dan kun je het makkelijker vast weer bijdragen. Ja. Oké. Het gaat weer maar uit. Nou, we gaan die paarden eruit en dan zie ik het heel veel vermogen. Daar wordt heel veel vermogen. Veel vermogen. Dat is goed. Schijven. Oh, daar. Ik vond net dat hij een beetje stijf begon. Maar ik zie niet echt dat hij heel erg matig is zo, maar hij was een beetje kort zo in het pas. Ja. Ik denk dat het meer een beetje lichaamsgebruik is, hè? Dat hij een beetje nog door het lijf moet komen. Ik zal net zeggen, probeer hem af en toe even een klein beetje terug te zetten. Zeker als je begint, doe je nog niet heel veel te focussen. Als je erin moet lopen, dan moet je nog een beetje voor. Sorry.
combineren en iedere keer op eigen benen gaat lopen. Dat je even een keer voor schakelt en op kan vangen en dan je hand weer kan ontspannen. Doen als hij bij je wegloopt. Dat je op eigen benen loopt, maar wel mooi te draaien. De kwaliteit van de foto is niet meer weten. Dat zijn. Dan moet je denken.